ook meneer Omtzigt mag vragen stellen. Ja, dat is geduld. Hè? Ja. Dank u wel, voorzitter. Het CPB heeft berekend dat in het zwarte scenario er 1,2 miljoen mensen zijn die niet aan het eind van de maand komen, zelfs als ze alle horecabezoek cancelen, elk bezoek aan de film cancelen, hun vakanties cancelen, alle, maar dan ook alle variabele uitgaven cancelen, dan nog zijn in het zwarte scenario waar we dichtbij zijn 1,2 miljoen huishoudens die het eind van de maand niet halen, maand in maand uit. Heeft de heer Paternotte enig moment sinds 1945 dat wij in zo'n situatie geweest zijn? De heer Paternotte. Ik kan het niet volledig overzien. Ik weet dat de oliecrisis in de jaren 70 er heel hard heeft ingehakt en dat in 1945 mensen een tientje van Liefdink kregen om de maand door te komen. De heer Omtzigt heeft hier volgens mij aan de Universiteit van Exeter en anderen ook heel veel studie naar gedaan. Die zal mij dit veel beter kunnen vertellen. Maar het klopt en ik zag ook daarbij dat het dus in het zwartste scenario er een grote groep is die dan ook binnen 3 maanden door hun reserves heen is. En dat is de reden dat ik ook het kabinet heb gezegd, ik denk dat er meer nodig zal zijn dan wat er allemaal al gebeurd is. En dat is een opdracht die ik het kabinet geef voor deze zomer. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, die opdracht die is ook aan het begin van het jaar ook bij de regering meegegeven. Dan zou het in de voorjaarsnota geregeld worden. En dat wordt het niet. En inderdaad, ik heb ze niet kunnen vinden sinds 1945. En inderdaad, hij noemt de 2 momenten dat het ook knijp was, maar dat het vrij snel, dat we er vrij snel uitkwamen. Dat tientje van Liefdink was een geldhervorming die daarna Nederland aardig op gang gekregen heeft. Dit kan een langere periode zijn dat heel veel mensen ontzettend veel moeite hebben om rond te komen. En het grootste gedeelte van die mensen zit technisch gezien tussen 120% minimum en modaal. Dat is waar die marginale druk zo enorm hoog is. En daar zitten nog meer mensen dan onder de 120% van het minimum die 800 euro krijgen. Is er concreet beleid dat deze regeringspartijen voorstellen om precies die mensen die dus nu maand in maand uit het einde van de maand niet halen, interen op hun geld of minder eten moeten kopen of de verwarming op 14 graden moeten zetten of al die 3 dingen tegelijk moeten doen? Zijn er voorstellen van D66 die nog dit jaar ingaan voor deze groep mensen? De heer Omtzigt. Of de heer Paternotte, sorry. Ja, voorzitter, wat we dit jaar doen zijn natuurlijk heel veel maatregelen die, en voor een deel erkent u volgens mij ook die 800 euro, dat die ook bij deze huishoudens helpt. In ieder geval tussen 110-120% van het wettelijk minimum. Zijn het heel veel maatregelen zoals die BTW op energie die omlaag gaat, die natuurlijk daarbij helpt. Benzineaccijns die uiteindelijk ook helpt bij mensen die 's ochtends naar een distributiecentrum, naar Schiphol, naar een supermarkt moeten voor hun werk en die daar zo vroeg moeten zijn dat ze dat niet met het openbaar vervoer kunnen doen. Maar het zijn inderdaad relatief ongerichte maatregelen. En dat is ook waarom ik het kabinet zeg, ik wil dat dat gerichter gaat worden. Wat we volgend jaar al doen, en dat kon niet eerder, maar wat we volgend jaar wel gaan doen, is bijvoorbeeld het minimumloon versneld verhogen, met allemaal regelingen daarbij. Wat ook weer betekent dat de AOW versneld verhoogd wordt. Dat helpt natuurlijk wel met die opwaartse druk aan de onderkant heel veel mensen die precies in deze situatie zitten. Dus dat is wat ik nu zie. Ik heb een aantal voorstellen ook gedaan waarin ik zeg van zorg nou dat de belasting voor mensen die werken, dat die omlaag kan, dat ze ook wat deze groep kan helpen. En daar moeten we volgens mij naar kijken. Ja, Omtzigt. Voorzitter, ik vroeg naar deze groep en ik zei vanaf 120% en daar helpt die 800 euro niet. Want als je 1 euro te veel verdient of als uitkering hebt, dan mis je die 800 euro. Dat gaat nog hele schrijnende gevallen opleveren, kan ik u verzekeren, in de dingen. Want een subsidie van 800 euro afbouwen voor die groep met een harde grens gaat heel, heel pijnlijk worden. Is D66 bereid om bijvoorbeeld dat kan via de zorgtoeslag, dat kan via het zeggen van als je een tweede inkomensgroep zit, dan krijg je een toeslag van 400 euro. En die betalen we. Ik zal u 1 voorbeeld geven, voorzitter. De 3 eigenaren van kolencentrales, die nu verplicht stilstaan, krijgen dit jaar met z'n drieën 1,6 miljard compensatie om de kolencentrales stil te zetten. Dat is 2 keer zoveel als alle arme huishoudens bij elkaar. En dat wordt betaald met een opslag uit de energierekening. Als je die zou kunnen afschaffen, zou je echt meters maken. Maar omdat de regering miljarden heeft klaarstaan voor CO2 en daar een paar buitenlandse investeerders stinkend rijk aan het worden zijn,
Ik bedoel, er is niks dat beter rendeert dan een stilstaande kolencentrale in dit land. En voor de arme mensen doen we niks, de arme werkenden van dit land. Dank u wel. Is D66 bereid daar een onderscheid of een verschuiving in te brengen? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, dit is wel echt iets waarvan ik hoop dat ook de heer Omtzigt, die bij dit soort vraagstukken vaak bovenop zit, wel het langetermijnperspectief wil schetsen en ook Nederlanders wil helpen daarin mee te krijgen. Want als wij de energiecrisis willen aanpakken en de klimaatcrisis, dan zijn het dezelfde maatregelen die we daarvoor moeten nemen, namelijk overgaan op duurzame energie, om te zorgen dat mensen niet meer afhankelijk zijn van olie uit het Midden-Oosten, van gas uit Rusland. Dingen die nu zorgen voor die enorme hoge prijzen die de inflatie opjagen. Dat is waar we naartoe moeten. En dan zeggen, ja, de klimaatcrisis die moet misschien maar even wachten, waardoor we de grootste uitstoter van CO2 dan maar weer beter open kunnen zetten. Ja, dat is zeggen, we hebben nu de ene crisis en daar gaan we aan de andere crisis even geen aandacht maar besteden. Maar die luxe hebben we niet meer. Want net als met stikstof geldt ook voor klimaat dat het echt de laatste kans is. En dat wij de laatste generatie zijn die dat verschil kan maken. En daarom kijk ik heel sceptisch naar de suggestie om te zeggen, we doen dit door middel van die kolencentrales weer te openen. Voorzitter, ik zei niet de kolencentrales openen. Ik zei iets heel anders. Ik zei dat het bizar is dat we 1,6 miljard ervoor betalen, terwijl waarschijnlijk de kosten die deze exploitanten maken niet meer dan 200 miljoen is. Er is een totale overcompensatie door heel grote fondsen klaar te zetten en die op een stupide manier te berekenen en dat via de energierekening te laten lopen, krijgen deze drie uitbaters 1,6 miljard via deze voorjaarsnota. En je had ze ook stil kunnen zetten met 200 of 300 miljoen. En als je die 1,4 miljard had gedaan, dan had je bijna alle problemen waar de heer Wilders op wees in zijn inbreng kunnen oplossen met die gezinnen. Want je had die toeslag, die had je niet aan ongeveer 800.000 gezinnen kunnen betalen, maar aan 2,5 miljoen gezinnen. Precies waar het CPB zegt dat het probleem is. En dan nog hadden die kolencentrales stilgestaan. Dat is een wens van D66 die ik respecteer. Maar waar het hierop lijkt, is als het CO2 is, dan maakt het niet uit hoe duur het is. Wil de heer Paternotte kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ophouden met bizarre prijzen te betalen voor die buitenlandse aandeelhouders die die kolencentrales opgekocht hebben, en een fatsoenlijke compensatie te regelen voor mensen die nu het eind van de maand niet halen? Heer Paternotte. Voorzitter, ik merk dat ik dan de heer Omtzigt niet helemaal goed heb begrepen, omdat ik het idee had dat dat zijn suggestie was. Terwijl hij eigenlijk zegt, kunnen we nou ervoor zorgen dat we niet de compensatie hoeven betalen, maar ook niet de kolencentrales hoeven te openen. Ik denk dat dat ook echt een wat-als-vraag is, want als dat zou kunnen, zou ik dat natuurlijk heel interessant vinden. Maar ik weet niet of dat kan. Dus laten we die vraag samen stellen. De heer Omtzigt. Ik ben blij dat die vraag gesteld is. En de vraag is niet of we compensatie betalen, maar hoeveel compensatie. Er is werkelijk waar geen econoom te vinden die denkt dat je 1,6 miljard moet betalen om drie kolencentrales een jaar lang niet te laten doen. En ik geef hier alvast de voorwaarschuwing, voorzitter, dat hetzelfde dreigt met stikstofrechten. Stikstofrechten dreigen net als CO2-rechten het nieuwe goud te worden. Wie mensen gaan opkopen om dan tegen de regering te gaan zetten, kom maar op, u wilt minder stikstof, ik heb de rechten, ik ga uitstoten. Heeft D66 een plan om ervoor te zorgen dat straks die tientallen miljarden niet terechtkomen bij een aantal durfinvesteerders nu als een gek stikstofrecht en CO2-recht aan het opkopen zijn? Dat is namelijk wat er op dit moment gebeurt. Maar ik ben blij dat we straks gaan kijken. En ik ga straks bij de regering kijken of zij een manier weten. Want de prijs van die kolencentrales is op het allerhoogste punt van de markt gezet. Waardoor we nu totaal de hoofdprijs betalen. Dank u wel. Maar ik ben blij dat we dat gaan doen en ik hoop dat er straks ook een plan komt om ervoor te zorgen dat stikstofrechten niet opgekocht worden, zodat dat fonds niet even leeggetrokken wordt door een paar opkopers. En ik ben blij dat de heer Omtzigt daarbij ook duidelijk heeft gemaakt dat wij dat moeten doen door in hetzelfde tempo die klimaatdoelen na te jagen. Dus voorzitter. Dank u wel. Ja. En mevrouw Kuiken. Dank u wel, meneer Paternotte, inderdaad. En we gaan.